Je komt van school en je begint. En dan begin je aan een uitdaging, vind ik. En je moet ook een beetje geluk hebben in je leven. In 2004 zijn wij begonnen om een stuk peren aan te planten. We hebben 10 hectare uit onze akkerbouwtak gehaald. En toen zijn we begonnen met 4 hectare peren aan te planten in 2004. Vervolgens, ieder jaar deden we 1,5 hectare erbij planten. Wat resulteerde in een boomgaard van 10 hectare in 2008. Ja, zo het bedrijf nu is, 50 hectare akkerbouw, 10 hectare peren, is goed. De fruitteelt zijn wij ingeslagen omdat ik wat intensiever wou in mijn bedrijf. En het borrelde al heel lang om peren eigenlijk aan te planten. Maar ik dacht, ja, dat duurt lang voor je zeg maar, het gewas hebt voor een boomgaard voltooid is. Maar ik heb het toch gedaan en geen spijt van, absoluut niet. En mooi werk, wel heel veel werk. Dat wil zeggen, je kan het niet alleen. Je moet snoeien en ja, daar heb je ook je mensen voor nodig. En AB die levert daar ook een bijdrage in. En AB levert ook een grote bijdrage in de pluk. Dat is eigenlijk helemaal, wordt dat door AB georganiseerd. In de perenoogst gaat het om 30 mensen die we dan van AB krijgen om te helpen plukken. AB werkt. En ja, dat zijn de meest Poolse mensen die dan komen. En ja, daar zijn we heel tevreden mee. En de mensen komen 's morgens en ze gaan 's avonds om 5:30 weer weg. En ja, dat is gewoon heel makkelijk. Je bent er zeker van dat die mensen een hele dag blijven plukken. Want je moet in 14 dagen moeten de peren eraf zijn. Dus je moet er vanuit kunnen gaan dat je die mensen echt ook 14 dagen op de boerderij, ja, tenminste in de boomgaard hebt. Het is een heel leuk vak. Het is een heel leuk vak wat ik heb. Maar natuurlijk wel met zijn ups en downs. Dat wil zeggen, als de prijzen slecht zijn, ja, dan vind ik het ook niet zo leuk. We werken om rendement te behalen uit je bedrijf. En als je dan zo'n jaar, net als dit jaar, 2014 voor de fruit teelt, nou, we moeten maar afwachten welke kant het op zal gaan. Maar dat even terzijde gelaten. Ja, het is toch gewoon heel leuk om boer te zijn, zeg maar.